Deze uitzending is ook geschikt voor blinden en slechtzienden. En dan nu? Hallo kijkers, allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar. En we gaan u in 2012 weer heel wat leuke dingen voor de mensen laten zien. Jazeker, laten zien. Behalve als u blind bent, want dan hoort u alleen maar mijn stem. Maar blijf vooral luisteren. Misschien is het u opgevallen dat de bushalters in deze stad allemaal opgehoogd zijn. Dat is wat vriendelijker voor rolstoelers en andere slechter beenzijnde medemensen. En voor de blinden zijn er witte ribbeltegels en gele noppen ook nog. Die zijn overigens geel en wit voor de slechtzienden, maar dat terzijde. Maar wat ik ook probeer, ik kan er geen systeem in ontdekken. Neem de proef op de som en ga maar eens kijken bij bushalters en kijk maar of u er een systeem in kunt ontdekken. Ik heb er een paar voor u in beeld gebracht. Hier stap je in als blinde, hier kun je dan langs de lijn lopen en dan eindig je bij een grasveld. Aan de andere kant van de straat bij het Radboud Ziekenhuis ligt eerst een dubbele lijn en die gaat met een knikje over in een groen uitgeslagen lijn. Die is nog blijven liggen van de vorige Hermstraat. Was ook echt te veel gevraagd om dat passend te maken. De oversteekpunten liggen ook altijd goed tegenover elkaar. Hier een 10 tegels brede oversteekplek, ook op de Annestraat. Alleen jammer dat er dan links 3 palen in de weg staan. En dat je op het einde weer een smal punt hebt om op de stoep te komen. Als je op het station bij de busbaan over wilt steken, kom je hier na een knikje en een bochtje op een doodlopend stuk uit. Iets verderop is oversteken niet geheel zonder risico. Je belandt in de struik. Tot slot hier op de Daalse weg bij de omroep voor de deur. Een oversteekpunt voor het fietspad. Maar dan staat er toch echt een muur. Jazeker. Kent u meer van dit soort fantastische blinde hobbels? Mail ze naar redactie@rtvnijmegen1.nl. Wie weet maken we er nog eens een keer een leuke uitzending over. Bedankt voor het kijken en luisteren en tot de volgende week.